2009 ontving Lotte de Beer de Ton Lutz Award voor grootste regietalent. Ze was toen nog maar net afgestudeerd. Ze regisseert opera's in binnen- en buitenland en is artistiek leider van Opera Front. Dit gezelschap brengt eigentijdse operavoorstellingen om een nieuw publiek te bereiken. Lotte de Beer is operaregisseur. Zij heeft veel op haar naam staan, zowel internationaal als nationaal. Hier in Amsterdam heeft ze haar eigen operagezelschap, genaamd Opera Front. En naast haarzelf als artistiek leiding bestaat het ook uit Eddie en ik en Kirsten Visser van de zakelijke leiding. Wat kenmerkend is voor Lotte haar werk is de manier waarop zij stukken kan analyseren en daar motivatie uit weet te halen om een stuk zo muzikaal te brengen dat het niet alleen het vertrouwde operapubliek aanspreekt, maar ook een hele nieuwe lichting jonge operakijkers. Nou, klassieke opera spreekt me in een modern jasje wel weer aan. Het is bijzonder dat zij van opera, wat eigenlijk voor heel weinig mensen echt toegankelijk is, dat zij dat op een bijzondere manier voor een breder publiek toegankelijk maakt. Wat bijzonder aan haar is dat zij van binnenuit die operawereld aan het veranderen is. Met spraakmakende voorstellingen, ook het debat daarover aangaan. En echt op een nieuwe manier het hele opera- en muziektheater van binnenuit hervormen. En ik denk dat zij van hele grote invloed is voor de operawereld.